Hallo, welkom op mijn YouTube-kanaal. Mijn naam is Leroy. En als eerste voor iedereen wat kijkt, gelukkig nieuwjaar en de beste wensen voor 2022. Ik ga de open maand training doen voor het sterrenbeeld Kreeft. Herken jij je er nou in? Dat is het helemaal prima. Herken jij je er nog niet? En dat is het ook geen probleem. Vandaar dat het ook de open maand training is. En deze loopt van 1 januari tot en met 31 januari. En rondom begin februari komen er weer nieuwe readings online te staan. Dus we gaan kijken voor jouw kreeft van hoe gaat het met jou in deze tijd, in deze periode. Hoe gaat het met jou met betrekking tot je werk, je carrière, je eigen bedrijf. Nou, kaarten willen niet echt, je liefdesleven, relatie, alleen. Nou, kreeft, je werkt een beetje tegen de energie, ik weet niet waarom. Kom op. Nog één keer voor de kreeft. De open maand reading. Nou, dat zijn ze. We gaan het zien voor de kreeft. Oké. Okay. Begrijpen. De eerste kaart wat al valt, kreeft, is van dat je waarschijnlijk wat vast zit. De gehangene laat zich zien, dus je bent eigenlijk in de energie van even misschien een beetje vast te zitten, het even niet meer te weten. Probeer creativiteit in te zetten en creatief te handelen. En de situatie is juist ook misschien inderdaad even naar de andere richting te gaan bekijken en te weten dat je het wel, zo graag als je wilt, of zoals je het voelt, wel kan gaan veranderen. Financieel, materieel, balans gaan zoeken, gaan vinden, gaan vasthouden, kreeft. Ga de stappen innemen, misschien even extra verbinden de komende tijd met aardetekens. Stier, maagd of steenbok. Deze kunnen je misschien ook extra helpen om een balans terug te halen. En te behouden. Want je staat wel met een wens en de energie om bepaalde vruchten van bepaalde situaties wel meer te willen gaan plukken. De keizerin. Dus je hebt wel iets van om veranderingen te willen maken. Je hebt misschien een hele creatieve geest en werk je misschien daarvan te weinig uit. Ga dan nu je stappen maken. Ga veranderingen maken, kreeft. Erg belangrijk. En gooi de druk die je misschien op je schouders hebt vanuit andere situaties. Ga die van je afgooien. Dat heb je niet meer nodig. Laat het los. Maak veranderingen. Laat je niet onderdrukken. Zorg dat jij je goed blijft voelen, kreeft. Ga ook als je links en rechts misschien een aanbod krijgt, dat meer ontvangen. Of ga misschien juist vragen voor een bepaald aanbod te krijgen. Kan met je werk te maken hebben, carrière, eigen bedrijf. Misschien met wat familie, vrienden. Heb je daar veel op geïnvesteerd, krijg je er te weinig voor terug. Ga erover praten. Zorg er dan ook voor dat je meer plezier hebt in de dingen, waardoor jij je ook beter en positief gaat voelen, kreeft. Zet je stappen en laat niet het torenmoment op zijn kop nog dat de wereld instort. Laat deze energie niet binnenkomen, kreeft. Dus zet daarin bepaalde andere stappen. Maak veranderingen voor jezelf. Waardoor jij je dan eigenlijk ook beter gaat voelen. En hou goed en duidelijk grenzen vast. Zeg heel duidelijk van dit wil ik wel en dit wil ik niet. Versla het negatieve. Ga voor een overwinning. Want je zit misschien een bepaalde dingen in een strijd, kreeft. Dat heb je niet nodig. Dus je moet echt veranderingen gaan maken. Onderschat jezelf niet. Onderschat je eigen kracht niet. Want weet dat er wel ontzettend veel op jou staat te wachten. En dat je ontzettend veel positiviteit en materieel bezit. En financiën en wat dan ook eruit kan gaan halen. Daar moet je even aan gaan werken, kreeft. Dus maak veranderingen voor jezelf. Daar gaat het nu even om. Het is even een beetje een pittige periode, maar dit kan je aan. Dan gaan we door naar de kreeft die single is. Zijn je open voor de liefde voor dit moment, kreeft? Of heb je zoiets van, nou, ik heb tijd en ruimte voor mezelf nodig, want ik ben nog wat aan het verwerken vanuit een ja, voorgaande relatie, ook dat soort dingen kunnen nodig hebben. Of ben je juist in love en wij er meer van weten? Single kreeft.
Oké, kreeft. Je bent links en rechts om je heen aan het kijken. Maar je bent ook een beetje, ja, hoe zeg je dat, aan het verzamelen. Je bent misschien wat meerdere contacten aan het gaan. Je bent misschien niet gelijk in een nieuw contact even helemaal open en eerlijk. Je bent wat voorzichtig. Dat mag. Het kan zijn dat je een verbinding aan wilt gaan met een luchtteken, tweeling, weegschaal, waterman. Dat zou kunnen. Zolang je maar ook goed je eigen emoties en verdriet aan het oude stuk vader gaat opruimen. Want er zit misschien nog wel een bepaalde energie waarvan jij denkt en voelt van, daar hou ik me even groot en sterk in, maar het zit er wel nog. Dus je mag het loslaten. En dan vanuit rust en matigheid het nieuwe gaan opbouwen. Nieuwe liefde, nieuwe relatie kreeft. Het is wel eerder energie aanwezig. Maar je ziet, je zit in stukjes nog wat vast. Laat het los, ruim het op. Ga openstaan voor het nieuwe, wat je verdient, wat je mag gaan laten binnenkomen. Weer het torenmoment op zijn kop. Laat de opkreef, laat de negativiteit van anderen niet te veel meer toe. Je hebt misschien teweeggegeven, maak veranderingen. Torenmoment misschien de verleden geweest, wat je nog wat meer moet verwerken in je liefdesleven. Durf dan je podium te nemen, je kracht te laten zien, staven 6. Nieuwe verbindingen, nieuwe kansen, nieuwe ondernemingen, ook misschien vanuit werk nog een stukje. En neem je keizerrijk in voor de nieuwe vorm van liefde. En dan word je steeds meer gelukkig. Misschien ook gaan denken van, deze persoon mag mij ook inderdaad wat meer gaan brengen. Oké, single kreeft, hier moet je wat mee gaan doen. Andere stappen en veranderingen durven te maken. Oké, dan gaan we door naar de kreeft in een relatie. Ben je gelukkig in je relatie kreeft? Vaak precies van, nou, ik voel me ook al wat eenzaam en alleen met momenten, wat natuurlijk kan. Zit je misschien in een sleur? Of is je de relatie zo sterk dat je denkt en voelt van, nou, wij kunnen dit wel aan. Wij kunnen de wereld aan. We kunnen deze wereld aan waar we nu in zitten. Kreeft in een relatie. Oké, kreeft in een relatie. Je bent wat los aan het laten. Je bent wat aan het veranderen. Je bent wat luchtiger in gaan staan. Misschien wat momenten. Ik heb zoiets van, ik zie het allemaal wel even. Je hebt wel een bepaalde kracht om vast te houden, om door te gaan. Maar je bent wat makkelijker. Wil van succes wel binnenkomen in je relatie. Waardoor het steeds een sterker en beter opbouw gaat worden. Wat natuurlijk hartstikke mooi is, maar je hebt daar ook even op je eigen manier stappen voor te nemen. Je hebt daar even op je eigen manier aan te werken om die veranderingen meer sterker en definitief te maken. Dus zou je waarschijnlijk tegen je man, vrouw, partner zeggen van, laat mij maar dit even doen. Laat mij maar even de ruimte en de tijd voor die veranderingen te brengen. Mag je doen, kreeft, want, ik zei het al, succes op je relatie wilt gaan binnenkomen. Mooi om te zien. Daarbij de wereldkaart. De wereld ligt dan in de positieve zin voor jullie open. Wat een ander opbouw gaat maken. Kreeg een relatie. Ziet goed uit. Houd het vast. En ga zo door. Oké, kreeg ook voor jou. Stel een duidelijke vraag voor jezelf. Daar neemt dan een orakelkaart. En dat is je antwoord. Dus kreeg, stel je vraag. Het antwoord voor de kreeg is... Je krijgt de kaart van de denker. Je bent over veel dingen nadenken. Je bent wat veel in je hoofd. Verbind je ook met je gevoelens, met je emoties. En maak vandaaruit ook veranderingen. En zet denken en voelen op één lijn. Handel daarna. Maar misschien krijg je denken even de voorrang op je vraag. Denk er dan over na en handel. Erg belangrijk, kreeft. Goed, duidelijke reading. En hier kan jij wel weer wat mee. Goed, in ieder geval, bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En laat je onder natuurlijk even een reactie achter. En vergeet je even niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Als je dat nog niet hebt gedaan. Tot de volgende keer. Hai hai. Happy New Year. Happy New Year.